Dit weekend gaat de zomertijd weer in. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weer een uurtje vooruit. Vooruit? Ja, vooruit. Want in het voorjaar gaat de klok altijd een uurtje vooruit. En dat betekent dus een uurtje korter slapen. In 1977 is de zomertijd officieel ingevoerd door Nederland om zo beter aan te sluiten op de buurlanden. Het is een afspraak binnen de Europese Unie. Maar er wordt al een aantal jaar flink gediscussieerd over het afschaffen van deze zomer- en wintertijd. Daarom nog één keer de voor's en tegens op een rij. Een belangrijk voordeel van de zomertijd is dat het een uurtje later donker wordt en daarmee zorgt voor minder gevaar en minder ongelukken op de Nederlandse wegen. En een ander voordeel heeft alles te maken met ons elektriciteitsverbruik. In de zomertijd zouden Nederlandse huishoudens namelijk minder elektriciteit verbruiken dan in de wintertijd. Maar dat is nooit bewezen. Wat daarentegen wel bewezen is een nadelig gevolg. Namelijk dat een kleine verschuiving, zelfs als deze al eenmalig is, kan leiden tot een flinke verstoring van ons bioritme. En dat heeft nadelige gevolgen voor onze gezondheid. Bioritmedeskundigen zeggen dat het een grote impact heeft op je slaaptekort, een verhoogde kans geeft op hersen-, hart- en vaatziektes en dat het leidt tot depressie. Als jij nou mag kiezen, zou je dan willen dat we in Nederland de zomer- en wintertijd in stand houden of niet? Laat het ons weten.